Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. We gaan gelijk door naar de zaterdagavond, want dan begint de vlog. Ik was dit de opening vergeten te filmen, dus veel kijkplezier. Goedenavond. Goedenavond. Het is zaterdagavond en ik ben lekker met Marit aan het chillen. Ja, we zitten op de bank op zaterdagavond, dus we zijn zeg maar blij, maar ook niet blij. Nee, maar we moeten even krachten sparen voor carnaval. We kunnen niet... Ja, nee, dat kunnen we niet. Maar, oh my god! Maar ik ga even een unboxing doen van haar carnavalskleren. Ik begin gelijk waar ik het meest excited voor ben. Een ene tas! Hoe leuk! Waar is de hengstel? Hij is je kont, volgens mij. Oh, jongens, wacht even. Het excited is kapot bier. Moet je nou dat ding uit je kont halen? Oh nee, uit zijn buik. Hoe leuk is deze dat het als clowntje is? Ja, dat is fantastisch. Dat is enig. Nou, ik ga dus als clown. En de meiden hadden allemaal een beer, maar ik wil een eend. Oké, uit het eend. Oh, dit wordt een lange zit hoor, jongens. Oké, dit is mijn jurkje voor goud. Oh ja. Ik heb twee maten. Ik moet het... Laat ik het geordend doen, hè? Wat is het? Veel te groot, denk ik. Veel te groot? Nee, dat is het model. Dat is gek. Oh ja, dat is gek, hè? Terug in de zak, jongens. Als Shein boos mij heen. Leuke vraag van de comments. Is het Shein of Shine? Het is Shein. Ik weet het 100% zeker. Weet je waarom? Nee. Het heette vroeger Shein Inside. Was Shein Inside? Ja, het heet wel Shein Inside. Oh. Hoe die naam daar tot z'n recht kwam, weet ik ook niet. Ik heb ook 16 hokjes. Ja, dat is niet waar. Heel veel hokjes voor vriendinnen van ons. Oh, ja. Deze, want die was gratis. Oh, fantastisch. Ik had een rode, die heb ik weer teruggestuurd. Oh. Ik had een knalrooie. En ik dacht, ja, die is lila. Doe maar even in mijn haar. Doe maar eens, meid. Het is gelijk een test ook, jongens. Zoals je ziet, hou ik gelijk van het gebruik van mijn voorwerpen. Oeh, hij zit wel goed, hoor. Zit stevig op de kruin. Laat zien, aan de zijkant. Ja, mooi. Ja. Enig. Mijn bot voor opwoners. Oh ja. Leuk. Leuk, hè? Het was te moeilijk. Oeh, kan er al mensen mee slaan als er oh jee, is. Paniek. Dan deze speltjes ook voor opwoners, ook bordjes. Oh, heel leuk. Ben ik voor in mijn haar. Oh, wacht, je zag, zie niet goed. Heet de influencer, weet je nu. Oh ja, hier ben ik ook excited voor. Een zonnebril. Een zonnebril. Gewoon een fel. Oranje zonnebril. Oh ja, fantastisch. Dus dan met de ene tas. Snap, ja. Snap je de vibe? Ja, dat is ook oranje. Ja, die doe ik vanavond al op. Kijk wat de jongens zeggen. Alsof jij de drie jongens gaat. Ja, oké, okay, wacht even. Even disclaimer. Ze heeft één vriend. Die woont samen. Ja, ik heb maar één vriend. Maar die woont samen met een aantal vrienden. Ja, en die moet ik dus vanavond nog op gaan halen. Ja. Dan heb ik ook... Deze oorbellen en ik moest bij deze oorbellen denken aan die tekenfilm van vroeger met die holbewoners. Ik weet even niet hoe het heet. Flintstones. Ja, door het patroontje. Leuk. Maar ik vond het ook gewoon leuke oorbellen. En voor deze handschoentjes. Handschoentjes? Ja. Beenwarmers. Handschoentjes? Lang. Lang. Lang! Lang. Laat even zien. Laat even zien, want ik weet het niet zo goed. En waarvoor is die? Vond je gewoon leuk. Kijk, die heb ik nou. Oeh, het ziet er wel kapjes uit. Schat, dat is echt een beenwarmer, hoor. Nee. Oh, wacht, nee. Oh, ik weet al wat je eens voor wilde doen. Voor die... Turn out the lights. Oh, dat is copyright. Ja, meteen. Ja, dat is zo herkenbaar. Shit. Dat is gewoon echt bijna het liedje. Oké. Nee, dit was het echt. Oh, dit was het. Oké. Oh, ik heb wel twee keer een jurkje. Ja, nou, doe even het jurkje aan. Ja, ik ga nu even een jurkje voor je aandoen. Kijk niet naar mijn witte benen, AUB. Het is donker hier binnen, dus dat scheelt. Je bent hier in dit licht oh, best wel bruin. Oh, het mij dat het zo kleurig zo is. Nee hoor. Leuk is dit, hè? Afluit. Kijk, nou, ik heb zet hem aan. Dat is prima. Helemaal top. Lekker die fietsbroek eronder. Ik ga niet meer te purken, want ik heb het wel eens volgens mij een canario vroeg. Nee, volgens mij niet. En dan doen we er straks lekker een koffertje bij, een gouden koffer. Een leuke panty, doe ook lekker laarzen. Meid, wat jij wil. Ik kan gewoon mijn hoge laarzen.
Ja, dat kan. Ik zou dat niet doen met carnaval. Nee, ik doe gewoon oude sneakers of oude Dr. Martens. En ik ga, denk ik, weer de sneakers goud spuiten. Ik ga even laten zien dat ik mijn koffer... Namelijk... Ik vind het echt zonde om deze eigenlijk te spuiten. Kijk hoe leuk! Van Jip en Janneke. Kijk, en dan doen we zo... Echt een kinderbeul. Ja. En dan doen we hier de prijs. Wil ik. Want dan kunnen we, anders moet ik alles... Kan ik hier dingen in doen? Shortjes? Shortjes! En dan doe ik zo het koffertje open zo. En dan staat hier de prijs. Maar dan moeten we nog even verzinnen allemaal. Deze gaan we dus aan de buitenkant goud spaten. En aan de binnenkant doe ik maar even zwart, denk ik. Alhoewel die confetti ook wel heel leuk is eigenlijk zo. Ja, confetti is ook leuk. Confetti is toch ook best wel leuk? Maar ik weet nog niet. Nou, het is wel minder chic natuurlijk. Minder chic. Wij zijn zo chic met de gouden jurken. Kom nu! Zo, het is inmiddels alweer 1 uur of zo, zoiets denk ik, ja. En ik ga lekker naar bed, maar het is wel lekker naar huis. Dus ja, we gaan lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Het is zondag en ik ben bij Seetje. We gaan even die koffertjes goud spuiten en onze schoenen. Voor zondag met carnaval. Kijk, die van C die is al goud, alleen die moet nog even een beetje bijgespoten worden. Mijn schoenen worden goud, C de laarzen worden goud en deze koffertjes worden nog goud. Nou, ben benieuwd. Nou, zo is het nu. We moeten nu eventjes wachten, dan moet eventjes drogen en dan gaan we de andere kant doen. Het is wel echt vet. Die laarzen ook. Fantastisch. En we gaan nu lekker Maleficent kijken. Het is heerlijk een dag op de bank. Trouwens, echt een hele slechte huid momenteel. Maar goed. Dat hebben we allemaal wel eens. Nou, we zijn gezetteld. We gaan lekker Maleficent kijken. Onder een dekentje. Nou, we hebben lekker eten besteld. Die kunnen we wel even mee vooruit. En we zijn nog steeds bezig met de film. We hebben er 3 uur over gedaan, denk ik. Want het is stikdruk. Een kwartier. Oh, hè? Huh? Oh, dan waren ze wel snel. Ja. Waren ze er in een kwartier? Oh, dan ga lekker eten. Oh, dat broodje is heel... Oh, nou, smakelijk. Smakelijk. Nou, kijk nou hoe fantastisch. Oh, zo. Helemaal een effe. Kijk, dit zijn de schoenen geworden. De koffertjes. En die laarzen, die zijn toch fantastisch. Helemaal blij mee. Goedemorgen. Ik ben vandaag aan het opruimen samen met Arno. Want Arno is vandaag vrij. Het is echt een bende. Dus we zijn even lekker heel het huis aan het schoonmaken. En aan het opruimen. Want ook deze kamer is een bende. Kijk, ook dit. Allemaal make-up staat overal. Dus we moeten eventjes... Arno gaat me even helpen om alles even te ordenen. Dan kom ik weer eventjes met de schone lei beginnen. Er staan echt ook nog dingen dat je denkt... Bijvoorbeeld deze tas. Die heb ik in de zomer toen we naar het strand gingen gebruikt. En ik heb het gewoon niet meer opgeruimd. Tenminste, dingen eruit gehaald die ik nodig had en de rest laten staan. Dus zo ben ik. Aangedaan. Nee, dus we gaan even lekker opruimen. En we hebben dit al gedaan. Dit kastje lag echt helemaal vol. Die hebben we al opgeruimd. En echt, we hebben nu al een halve vuilniszak vol met troep. Als in bonnetjes, kaartjes, oude meuk. Nou, dat is in ieder geval allemaal weg. En nu gaan we de rest doen. We hebben boven op zolder ook alles al opgeruimd.
Dus we zijn lekker onderweg. Dan gaan we eventjes ontbijten, want dat hebben we nog niet gedaan. En dan gaan we weer door. De auto is gelukkig boven, gelukkig. Ik wil eventjes wat leuks laten zien, want ik heb bij de hekserij een tijdje geleden een pakketje besteld om makkelijk parfum nummer 1 te maken. En dat is dus geïnspireerd op molecuul 01. En dat is eigenlijk mijn favoriete parfum. Dus het is gewoon een boekje bij hoe je het moet maken. Er zit bij cosmetisch haarwater, een flesje, ISO E Super, dat is de molecuul waar molecuul 01 voor gemaakt is. Dit zijn gewoon van die spuitdingetjes. Maar die dingetjes zijn zo lang. Het flesje is zo kort. Maar goed, ik heb allemaal nog pipetjes en, oh ja, hier zitten ook die mini verstuivertjes in. Het zijn eigenlijk goede testertjes. Dat zijn die. En dit is dus zo'n pipet. Dus dat is top. Ja, nog zo'n flesje. Twee van dit soort flesjes en dan van die mini testertjes, zeg maar, qua verstuivers. Oké, dat is dat. Dan staat ook, je kan het parfum op zich direct gebruiken, maar een parfum wordt meestal gereikt voordat deze wordt gebruikt. De geur wordt dan beter en de scherpe alcoholgeur verdwijnt of wordt minder. Hoe lang dat rijpen moet, is een kwestie van smaak en gebruik, maar minder dan 2 maanden is ongebruikelijk. Langer laten rijpen is beter. Dus ik kan hem gewoon iets van 3 maanden of zo laten rijpen. Ga ik zelf eens? Dus alcohol heeft. Ja. Nou. Trust the process dan maar. Als ik hem laat staan, moet hij minder worden. Ik heb lekker pasta bourgogne gemaakt. Ziet er echt heel lekker uit. Smakelijk! Goedemorgen zonder zorgen. Het is vandaag woensdag en ik ben vandaag weer een dagje vrij. Ik ben eventjes de vlog aan het van vorige week. 2 weken geleden, ik weet even niet wanneer dit online komt. Ja, dus hartstikke leuk. Het wordt echt een leuke vlog, denk ik. En daarna ga ik eventjes aan jullie mijn Shein pakketje laten zien. Want ik heb eigenlijk al bijna de helft uitgepakt volgens mij. Maar dit is fantastisch. Dit wil je zien. Ik zal even een sneak peek geven, want het is een en al roze. Nou, fantastisch toch? Even dus de Shein unboxing. Ik heb als eerste deze... pruik wil ik zeggen, maar... Ik weet niet waar het misgaat, maar het gaat ergens mis. Wacht. Be right back. Nou, als ik het goed doe. Kijk eens. Wat een mooie pruik. Nou, dit is echt fantastisch. Deze heeft dus een beetje zo'n curtain bang. Dit wil je. Oké, nou, volgende is deze. Ik moest nog even kiezen tussen deze of deze. Maar ik ga deze doen. Want dit... Het zit gewoon gek. Blijft ten eerste niet zitten. En ten tweede, die bovenste rand zit gek. Maar goed. Dus, dan had ik eigenlijk voor de cowgirl look, die hadden jullie de vorige keer ook al gezien, deze jurk. Alleen, ik ga deze terugsturen, want ik heb een betere jurk nu. En kijk, deze jurk. Ik zal hem straks even aan laten zien, want ik ga deze look ook filmen vandaag. Nou, dan heb ik toch iets fantastisch erbij.
deze ring. Zie je die ook straks aan? Maar ik laat het jullie alvast even van weer bijzien. Kijk hoe vet. Nou, echt amazing. Die gaat dus om die roze jurk heen. Met die cowboyhoed. Kijk, want die cowboyhoed. Zie je, als ik aan heb, zie je het niet zo goed. Maar ook dat zilveren. Ik heb deze bril besteld voor de rocker outfit. Deze ketting. Riem. Moet je zo om je heup doen. Zo zit hij dan, ja. Die is voor een piratenlook. Dan heb ik deze oorbellen. Oh, zit daar nog aan vast. Gelijmd. Deze oorbellen, het zijn allerlei verschillende kleurtjes. Ik ga die op eens pakken. Ja, kijk. Hoe leuk. Het zijn allemaal kleine pailletjes. Heel vrolijk. Allerlei kleurtjes. Het zijn van die hoeks gewoon. Dan heb ik dit. Voor mijn waarzegsterlook. Die zal ik zo meteen ook even helemaal compleet laten zien. Heb ik van die dingen voor in mijn haar. Kijk hoor. Ook voor de waarzegster en de piratenlook. Die moet je namelijk. Hallo? Die ga ik namelijk mijn haar vlechten. En dan kan ik die zo ertussen door doen. Die heb ik twee keer. Dan heb ik oorbelletjes. Voor de waarzegsterlook. Oh. Een sterretje en een maantje. Met paars ook. Ja, echt fantastisch is dat. Dan heb ik ook nog. In mijn haar als piraat of waarzegster. Van die clipjes. Die kan je zo om je haar heen klemmen. Ik heb nog een heleboel van die ringen. Ik vind altijd bij waarzegsterlook. Vind ik het leuk om echt heel veel sieraden aan te doen. Voor de piratenlook ook nog. Deze hoeps zijn gewoon normale hoeps. Ja. Bij die roze look. De cowgirl look. Heb ik deze beenwarmers. Maar ze zijn te klein. Dus ik ga even kijken of ik er misschien in kan knippen. En eventjes met een. Misschien zo'n roze cadeaulint of zo. Zo heen en weer kan doen. Dat het aan de achterkant gewoon zo. Veter effect is. Dan heb ik ook nog. Een armband met die grote munten eraan. En dit hoort ook nog bij de roze look. Dit is een fantastische bril. Kennen jullie Anastasia nog? Van vroeger? Ze is pas geleden is volgens mij weer een single uitgebracht. Maar goed, ik ken haar van vroeger. En toen droeg ze altijd van die gekleurde brillen. Moet altijd aan haar denken als ik dit zie. Nou, dit wordt fantastisch. Helemaal in de roze. Met die hoed, ja. Ik ben helemaal in mijn op. Als deze beenwarmers niet gaan werken, heb ik ook nog deze. Die zijn ook wel leuk, alleen zijn wel wat simpeler. Het zijn gewoon van die gebreide, zeg maar. Die andere zijn wel lekker fluffy. Eerst kijken. Dan heb ik nog een heuptasje. Die zijn echt ideaal. Passen ook twee veldflesjes in. Dat is top. Dan heb ik nog een aantal sjaals. Ik denk misschien dat deze wel leuker als piraat. Want ik vind dat rode misschien juist leuker. Maar goed, dat ga ik nog even bekijken. Ik heb een zwarte bandana en een donkerrode bandana. Ligt eraan wat gebruik ik op ga doen voor die rocker outfit. En dan heb ik deze fantastische tasjes. Kijk alleen even die ene zie. Ja, deze. Want ik dacht eerst zal ik gewoon een roze tasje bij die cowgirl outfit doen. Maar ik denk dat ik een. Ik had deze. Oh, hij is wel fantastisch. Oh. Hij is enig. Zo fout. Maar ik denk, ja, als ik dan zeg maar dit heb en dan dit. Kan wel. Alleen het lijkt me leuker. Om dus bij deze riem ook een zilveren tas te doen. Dat is een matchy matchy. Ja, ik weet het. Het is carnaval, alles kwam bij elkaar. Maar goed, hè? Ik zou mij niet zijn als ik het allemaal matchy-matchy alsnog wil hebben met carnaval. Die kunnen bij die rocker outfit piraten. Moet ik even kijken wat leuk is of wat er überhaupt bij staat. Maar goed, deze accessoires zijn ook weer winnen. En dan ben ik er bijna volgens mij alleen nog. Ik krijg alleen nog zo'n rode sjaal binnen die ik ook op mijn heup kan. Nou. Oh.
Volgens mij even een unboxing. Nu ga ik deze bende opruimen, want kijk even dit. Het is echt vreselijk. Kijk, nu heb ik er dus weer zo'n bende van gemaakt. Dus ik ga dit nu gelijk opruimen. Die ga ik gelijk even op hangers hangen. Hier hangt ook nog mijn, ligt ook mijn ijskoninginjurk. Dus goed, dat ga ik nu even doen. En dan ga ik daarna gelijk maar eventjes maar even klaarmaken om te filmen. En dan kan ik gelijk eventjes al die carnavals outfitjes erop zetten. Because dat is wel leuk. Oké, nou, let's make up. Oké, ik ga beginnen met de cowgirl look. Dus ik wil iets van roze oogschaduw op. Die bij. Ik dan pak het Modern Renaissance palet van Anastasia. Dat staat hier ook. En dan ga ik eventjes... Of is dat te donker? Waar zijn al die andere paletten? Oh, hier hoor. In mijn make-up koffer, denk ik. Dus, ik ben namelijk een visagist, dus ik heb zo'n visagie koffer. Ik kan me niet voorstellen dat ik die felle tinten mee heb genomen. Ik heb als laatste een bruiloft gedaan. Oh, toch wel. Oh, en mijn soort glam palet zit hier ook in. Oké. Ja. Kijk. Die roze. En aangezien het toch in een roze paarstint blijft, dat is ideaal. Dan heb ik ook nog die felle roze. Het is niet dat ik al die paletten... Ah! Die had ik ook nog. Maar niet wat goed. Dit is het Morphe palet in de kleur Color Burst. Burst 35B. Kijk, daar staat hij. Die buren zullen, de overburen zullen ook wel denken, als ze vanaf boven naar binnen komen wij. Het is echt vreselijk, kan je maar hier staan. Helemaal opgepimpt. Nou kijk, dit is mijn Barbie look. Barbie cowgirl. Ik heb zelfs een pistooltje. Nou, helemaal fantastisch toch? I love it. Oh, grappig. Oké, nou, de Barbie cowgirl look zit erop. Staat erop. Dus ik ga deze look even upgraden naar iets van een piratenlook. Hier gaat gewoon een paarse lippenstift overheen. Waar is die? Deze. Die is gewoon bijna blauw. Vind dit niet top. Misschien moet ik er even een donkerrode lipstick overheen doen. Zo meteen als het opgedroogd is. Dan heb ik in ieder geval een donkere onderlaag. En we moeten de ogen ook wel donkerder maken natuurlijk. Hier zit een goede paarstint in. Al die glitters vallen overal op. Oh, dit is wel top. Kijk maar. Dat is eigenlijk al goed. Volgens mij als ik dat gedaan heb, dan ben ik al klaar. Oh jee. Zo, ik krijg echt fucking groene ogen hiervan. Nice. Wat leuk. Ik draag nooit paars. Nou, nu vind ik de lip ook wel gewoon goed passen. Maar ik moet wel even iets meer kleur. Ja, die lippenstift is zo cool. Als in de kleur cool. Niet cool. Ik denk dat dat het vooral is. Oh, maar dit is wel heel cool, dat paars. Dat ga ik wel doen. Die lippen weet ik allemaal nog niet.
dat ik misschien gewoon nude pak. Maar die ogen zijn wel cool. Oké, dan ga ik eventjes, om ook nog een klein beetje bruiner te maken, wat sproetjes toevoegen. Gebruik daarvoor die uitgroeispray van L'Oréal, de Mahoney middenbruin. Oké, 3, 2, 1. Dat is zacht al gelijk. Lijkt gelijk bruiner. Moet ik dat eigenlijk hier ook doen natuurlijk, een beetje. Dat doe ik zo meteen, als ik die blouse aan heb. Het is wel een witte blouse, dus wel wat even tricky. Maar dit vind ik in ieder geval al leuk. Nou, lijkt hier rest alsof ik uitslag heb. Maar goed. Het gaat om het geheel. Nou, flinke sproeten heb ik. Ik zit helemaal in het donker, zie ik niet. Ik denk ik geef even vloggen. Maar... ik zit helemaal in het donker. Ik ben net klaar met alle looks filmen en ik heb het zo gehad. Oh, nog ga lekker douchen nou. Maar ja, ik ben gewoon even boel klaar mee. Dus ik ga zo meteen lekker koken. Alles staat wel op. Maar ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik heb dus alleen alles op TikTok en Instagram gezet. Dus wil je het zien, moet je het eventjes in de beschrijving. Zal ik eventjes een linkje zetten. Hoe werkt dat ook alweer? En dan is dat leuk voor volgend jaar, want dit zien jullie volgens mij pas na carnaval. Maar goed, dan mag de pret niet drukken natuurlijk. Zo, ik heb inmiddels gekookt. We hebben lekker gegeten. We hadden gewoon lekker aardappeltjes uit de airfryer weer. Net zoals vorige week. Dat eten we eigenlijk elke week. Met ertjes en al de worstjes erbij. Meestal wisselen we daarin wel een beetje. En nu heb ik eventjes iets heel leuks gedaan. Kijk hoe leuk. Dit is Paco. En Paco is officieel de partycommissie van de voetbalvereniging waar Arno bij zit. En ik zit daar ook in. Nou, ik zit daar in, Arno niet. En wij zijn een feestje aan het organiseren voor 5 maart. Dus mega leuk. Dus daar zijn we nu met alle voorbereidingen mee bezig. Dus we hebben net even vergaderd. Dus ik heb nou net eventjes dit gemaakt. Ja, dat is trouwens al wel bekend. Het wordt een jungle thema. Dus ik ben nu ook nu bezig met de poster en zo. Het wordt mega vet. Maar ja, dat zien jullie wel tegen de tijd dat het zover is. Ik ga voor nu in ieder geval de vlog afsluiten. Dan hoop ik dat je deze video weer leuk vond. Volgende week is het al een beetje carnaval bij ons. En over 2 weken barst het echt los. Dus tenminste voor jullie dan. Voor mij is het aankomende week al. Het is zaterdag al carnavalsfeest. Dus ik heb er al helemaal zin in. Dat is nog niet officieel carnaval, maar de week erop begint het. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer. Doei!